Beste ijsberen, even uw aandacht. We vinden het fantastisch dat ons Jessie al 50 jaar ijsbeer is. En dat ze nu wekelijks bij de Nienhofse ijsberen komt zwemmen van zwemclub De Kikkertjes. En we wilden haar niet zomaar laten voorbij gaan. Ah, alsjeblieft. Dank u wel. En een bloemenken. En een bloemenken. Een applaus. Plezier gedaan. U gaat het water in. Hoe lang doet u dat al? Deze winter is mijn 50ste winter. 50 jaar. Dus deze moet ook uitwerken. Hè, want, mag ik u iets vragen? Hoe oud bent u eigenlijk? Nu nog 84. Moest al gedenken. 84. Enig idee hoe koud het water vandaag is? Ik heb daar gehoord, 4 graden en centimen. Is dit het koudste wat u ooit al gedaan hebt? Of, We hebben nog een kouder gehad, tot 2 graden. Of als je thuis moet kapot doen, ja. Dan is het ook. Is het nog, alleen onder thuis is het nog altijd 1 graad, want anders zou het ook vervrozen zijn. Ja, okay. Ja, ik kan er nu mee zijn. Wat? Ik ga nog dat foto's zien, ik doe dat niet graag. Amai. Dat is goed koud, zo jongens. Volgende week is Kerstmarkt in Pollaren. Neem een daar een duik in de Dender. Zoals een paar kleinigheden doen we nog maar meestal hier. En een goede Genever nadien? Ah ja, ik heb hier een mee. Wat doet dat voor jou? Ja, het is deugddoend, zal ik zeggen. Even doorbijten, maar dan nadien zijn we vol energie. Zoals vandaag. Het is wel, hoe fris vandaag, 4,4 graden. Ja, dus. Ben je zit erin? Ben je zit erin? Je doet het ervoor. Dag Jessie, terug uit het water. Hoe voelt dat nu? Als gruwel, heel zalig. Fantastisch. Wat doet dat met een lichaam? Je kunt dat als je niet uitleggen. Want eigenlijk geloven de mensen dat niet als gezegd te zalig. Maar dat is echt zalig. Dat, die tinteling kan. Ik vermoed goed voor de bloedsomloop, dus ook goed voor het hart. Ja. Allee, ik heb toch niks om mijn hart. Als ik dat al zo lang doe. Wim, u komt net uit het water. Wat doet dat met een lichaam eigenlijk? Wat zijn de symptomen? Zeer zacht, je koude, maar nadien, als je terug aankleed zet. Ja, warmt op, dat gevoel dat je dan krijgt, dat is onbeschrijfelijk. Daar doet het voor. Dat is eigenlijk een verslaving, laten we zo zeggen. Een verslaving, dat wil zeggen, u doet dat al lang? 11, 12 jaar al, denk ik. Het eerste jaar moet ik zeker uit doen. Hè. En als ik daar nog leef, zou ik misschien wel nog een beetje komen. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Dennenstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Dennenstreek via info@ninofmedia.tv of 0495 69 32 72.